Welkom. In dit filmpje gaan we jullie de werking uitleggen in het derde leerjaar aan de hand van het alfabet. De A van agenda, wij vullen die dagelijks in en we vragen dan ook om die elke dag ook te handtekenen. Niet op voorhand, want dat heeft weinig zin. Vooraan is er ook een blaadje waarin u de gegevens kan invullen van jullie kind. En mocht jullie geld meegeven, graag ook dit in de agenda noteren. Als er iets zou zijn, een mededeling of een leuk berichtje, dan mag je dat steeds met een post-itje doen. Liefst niet op de dag zelf uw mededeling noteren, want dan heeft uw kind geen plaats om de agenda te schrijven. En we vragen ook op voorhand telkens, als we iets nodig hebben van materiaal om te knutselen of voor een lesje techniek, dan staat dat een weekje op voorhand in de agenda. Mocht het zijn dat u op dat moment het niet aan het materiaal geraakt, dan is dat geen probleem, maar laat het tijdig weten, dan kunnen wij daarvoor zorgen. De B van benodigdheden. Het schrijfbrief krijgen ze bij ons in de klas. Vorig jaar, op het einde van het schooljaar van het tweede leerjaar, hebben jullie een briefje meegekregen met wat je nodig hebt in het derde leerjaar. Ze hebben ook een turnzak nodig, graag een flesje water of een herbruikbare drinkbus en overal graag de klas of een naam opzetten. De C van contractwerk. Wij voorzien wekelijks op dinsdag een contractwerkje en dat houdt in dat de kinderen enkele taakjes krijgen. Dat kan van spelling, rekenen, WO, taal en ICT zijn. En ze krijgen daarvoor een bepaalde tijd voor om die af te werken. Ze gaan daarvoor samenwerken, telkens met een ander klasgenootje. Elke week een ander klasgenootje. En de taakjes die ze krijgen, dat zullen steeds een verdere inoefening zijn van de geziene leerstof. Dus bij contractwerk wordt er nooit nieuwe leerstof aangeboden. Wij vinden contractwerk belangrijk om het samenwerken vooral nog extra in te oefenen en ook het zelfstandig werken, verwerken van de leerstof. Mochten ze niet klaar zijn, dan kan het wel eens zijn dat er een taakje van contractwerk mee naar huis gaat, maar normaal voorzien wij altijd genoeg tijd om de taakjes klaar te krijgen binnen de tijd. Meestal hebben de kinderen ook extra tijd om een spelletje te spelen of om op de computer nog extra te werken. De D van differentiatie. In de klas gaan we kijken naar noden van kinderen. Kan het zijn dat sommige kinderen met materiaal of zonder materiaal werken, andere kinderen afschrijfkaarten. We kunnen ook een aantal oefeningen beperken of in tempo aanpassen. We hebben ook steeds een zorgjuf waar we op kunnen rekenen. En ook in de huistaken zullen we kijken of er kinderen zijn die dicté op voorhand meekrijgen naar huis om dit in te oefenen. Hetzelfde met de leesteksten voor de begrijpend lezenlessen. We kunnen ook steeds oefenen op Bingel en op Quizlet. De E van evalueren. Wij hebben 4 rapportjes en het eerste rapport is voor de herfstvakantie. Daar zullen puntjes op te zien zijn van toetsen, maar ook dagelijks werk en er zijn ook smileys voor de leergebiedoverschrijdende vakken, voor de sociale vaardigheden. De F van fruit. Om 10 uur stoppen met werken en is het fruitmoment. Dus graag elke dag een stukje fruit of groente meebrengen. We hebben ook 1 keer per week een tutti frutti op school. Dat is een dag waarin koeken verboden zijn en ze van school gratis een stukje fruit of groente krijgen. Als je fruit meebrengt, graag in een fruitdoos. De G van godsdienst. We hebben op maandag en dinsdag levensbeschouwing. En dat wordt nog steeds gegeven door dezelfde leerkrachten als vorig jaar. Dus juf Karen die geeft godsdienst. Islam, dat wordt gegeven door meester Ibrahim. Juf Nanny geeft zedeleer. En de protestantse godsdienst, die geeft juf Andrea. De H van huistaken. Vaak zullen dat rekenen, taal of VO zijn. Iets afwerken of verbeteren.
Voor WO starten we met leren leren aan de hand van een weekplanning. Ze gaan ook een spreekbeurt moeten voorbereiden. Zoals gezegd, bij differentiatie kan het zijn dat er een tekst op voorhand wordt meegegeven of een dictée. Graag huiswerk invullen met potlood. Bij problemen, als het niet lukt of het duurt te lang, graag noteren in de agenda of op de huistaak zelf. Tafels en de klok, die oefen je best regelmatig in. Graag elke dag 5 minuten, zodat dat doeltreffend is. Ze kunnen altijd oefenen op Bingel en op Quetit. Zo gaan ze ook op Bingel eens een boekje moeten lezen. We werken bij Bingel en Quetit ook met magjes en moetjes. De I van informatie, via Gimi gaat u mededelingen krijgen en zullen ook fotootjes verschijnen van de activiteiten die we in de klas doen. Ook via de agenda zal er informatie gegeven worden. En via de klasmail kunt u ook altijd terecht mocht u vragen hebben of mocht u eens een leuk berichtje willen sturen naar de juffen. Dat mag ook altijd. De J van jaarplanning. Het is een maandelijkse jaarkalender met activiteiten. De belangrijkste data. Op 4 en 13 oktober is er geen school. De loopdagen zijn ter vervanging van de scholenveldloop. Dit is op vrijdag 8 oktober. Wij gaan vanaf 10 december elke vrijdag zwemmen voor een lange periode. En de sportdagen voor 3A is dit op 14 oktober en voor 3B op 15 oktober. Via Gimi vind je daar ook steeds een herinnering of foto's op. De K van klaswerking, voor het verbeteren van woordjes uit onze spellingboek, werken we met een apart schriftje en dat zit steeds in het werkboek van de kinderen. Het kan zijn dat uw zoon of dochter dat eens meekrijgt naar huis om de woordjes te verbeteren, maar normaal wordt er altijd wel tijd voorzien om dit in de klas te doen. De bedoeling is dan dat de woorden die de juf heeft geschreven, dat die erna 2 keer juist worden overgeschreven. Wat betreft onze klaswerking, zo in het derde leerjaar werken wij ook vaak samen, zowel L3A als L3B. En in L3B werken we ook met een beloningssysteem met trotskaarten en duimpjes. In beide klassen hebben we ook de klastaakjes. Dat houdt in dat elke leerling een taakje toegewezen krijgt en dat wordt 2 wekelijks veranderd. De kleurcodes, dat zijn de codes die de leergebieden krijgen op de mappen. Dus groen is WO, taal is blauw, spelling is rood en rekenen is geel. De L van de leerkrachten. In 3A zijn dat juf Nancy en juf Lotte. Juf Lotte zal lesgeven op woensdag. In 3B zijn dat juf Marijke en ook juf Lotte. Juf Lotte zal lesgeven op maandag en vrijdag. En juf Marijke op dinsdag, woensdag en donderdag. De M van muzische vorming. Dat bevat de verschillende onderdelen beeld, muziek, drama, beweging en media. En zoals gezegd, voor beeld zullen we af en toe materiaal nodig hebben. Dus dat gaan we een week op voorhand in de agenda meedelen om iets mee te brengen. En van Nederlands, we werken met verrekijker. Er zitten verschillende onderdelen in. Voor spelling zit daar ook woordenhamster in. Dat zijn vooral onthoudwoordjes die ze op voorhand kunnen inoefenen thuis. Voor lezen heb je daar het technisch lezen, dus het vlot lezen en het begrijpend lezen. Je hebt ook taalbeschouwing, luisteren, spreken, creatief schrijven, schrift en vooral het lezen. We hebben ook verschillende leesmomentjes in de klas om dat in te oefenen. De O van oudercontact. Net zoals het rapport hebben wij 4 keer per jaar een oudercontact, waarvan het derde oudercontact op aanvraag is. En het eerste oudercontact zal plaatsvinden op donderdag 28 oktober. De P van praktische informatie. Als je zoon of dochter minder dan 3 op 1 volgende kalenderdagen ziek is, heb je een ziektebriefje nodig. Je hebt er zo maximaal 4. Is die langer dan 3 op 1 volgende kalenderdagen ziek, dan heb je een doktersattest nodig.
Graag alles labelen, turnkledij, brooddozen, alles, zodat als we dit terugvinden, we dit terug aan de juiste persoon kunnen geven. De schoolrekening krijg je steeds op het einde van de maand. De Q van quiz. Zoals eerder gezegd, is leren leren vanaf het derde leerjaar nieuw. En daarom voorzien wij telkens ook voor de toets een quiztijd, waarin we dan de leerstof nog eens op een spelender wijs gaan herhalen. De R van rekenen. Dit jaar werken we met een eigen methode volgens de ijsbergdidactiek, die zie je daar afgebeeld. De onderdelen zijn getallenkennis, vooral breuken zal een nieuw onderdeel zijn in het derde leerjaar. Bewerkingen tot 1000. Bij meetkunde zijn daar een aantal onderdelen van hoeken en figuren. Metend rekenen heb je kloklezen en de maatheden, zoals de lengte, inhoud en gewicht. En toepassingen zijn de vraagstukken. Tafel staat daar met 2 uitroeptekens, omdat dit heel belangrijk is dat ze frequent gekend zijn. De schoolafspraken die zijn nog steeds hetzelfde als vorig jaar. Onze bel gaat nog altijd om 8:25. Bent u toch te laat, dan zal u zich moeten aanmelden aan het secretariaat. En wij mogen ook geen medicatie toedienen, alleen met een doktersattest. We herhalen nog eens om alles zeker te labelen, want elk jaar hebben wij veel verloren voorwerpen. En ook geen papier, want wij zijn een groene school. Dus een brooddoos is genoeg om de boterhammetjes vers te houden. En een koekendoos ook zonder papiertjes. Het flesje water of een drinkbus geven wij ook dagelijks mee om te reinigen. En ook voorzien van naam, alstublieft. Turnen. 2 keer per week hebben we turnen, op dinsdag en op woensdag. In de turnzak graag turnpantoffels. Even checken of ze nog passen van maat. Een t-shirt van de school, sokken en een short. Als je niet mag turnen, een briefje van de ouders met een reden of een doktersattest. De zwemzak ga je nodig hebben op het einde van het jaar. En onze turnleerkracht heet meester Kjell. De U van uitstappen. Als corona er dit jaar geen stokje voor steekt, dan gaan wij ook deze keer op uitstap. Vaak is dat ook in het kader van onze leerstof. Zo gaan wij, een van onze eerste uitstappen is de kilometer die we gaan afstappen. En als we werken rond het thema herfst, dan zullen wij naar Park Verbeek gaan om enkele herfstopdrachtjes uit te voeren. Bij verkeer gaan we dan op zoek naar verkeersborden in de buurt. We proberen de voetgangersafspraken ook correct toe te passen. Veilig oversteken. We gaan ook op stap in onze eigen gemeente Temse door een wandelzoektocht. En aan het einde van het schooljaar plannen wij ook normaal een schooluitstap met onze fiets naar het openluchtzwembad in Hammen. Normaal vragen wij ook soms enkele ouders of grootouders mee om onze uitstapjes te begeleiden, maar daarvoor zullen steeds een mededeling verschijnen op Kimi als we enkele helpende handen nodig hebben. De V van verjaardag. Geen eten of drinken meebrengen. Als alternatief kan je wel een klascadeau of een klein speeltje meebrengen. En er zullen steeds foto's verschijnen op Kimi. Wereldoriëntatie. Daar werken wij ook mee, onze eigen bundels. En dat bevat de volgende onderdelen: wetenschappen, techniek, mens en maatschappij. En ook voor de lessen techniek vragen we soms om materiaal mee van thuis te nemen. Ons eerste thema is thema welkom. En daarover hebben we het over de windstreken. Ons tweede thema zal mijn buurt zijn. Dan gaan we Temse en de deelgemeente verkennen. En we hebben telkens een toets aan het einde van een thema. En aan de hand van een quiz, herhalingsvraagjes, gaan we die leerstof inoefenen. En aan het einde zal er een toets zijn die uw zoon of dochter kan leren met behulp van een studieplanning. Daarvoor komt nog een filmpje tevoorschijn op Kimi.
waarin we de werking uitleggen. Maar kort uitgelegd bevat onze leerplanning een blaadje waarop alle doelen staan. En we verspreiden die over de hele week. En in het begin van het jaar gaan we dat heel geleid invullen met de kinderen. Welke pagina's ze op welke dag zullen leren. Maar naar het einde van het schooljaar zal er een beetje zelfstandigheid van de kinderen gevraagd worden om dat al een beetje zelf in te plannen. Maar daarover later nog meer. De X van maal, de maal- en de deeltafels, die oefen je best regelmatig in, zodat dat zeker tot de basisleerstof behoort. Zeeklassen. Dit jaar gaan we op zeeklassen naar Blankenbergen. Dat is op 7 februari tot 11 februari. Het is een sportklasse. De kinderen krijgen 2 uur per dag sport. We gaan daar met de trein naartoe. Je gaat daar nog meer informatie over krijgen. Zo, en dan zijn wij doorheen het alfabet. Mochten er nog vragen zijn, dan verwijs ik jullie graag terug naar onze klasmail of liefst voor of na de schooluren. Tijdens de schooluren is een beetje moeilijk, maar we maken er in elk geval een superfijn schooljaar van. Dankjewel om te luisteren.